In oktober 2015 tekenen de partners in het project Snelfietsroute Kuik-Nijmegen de overeenkomst waarin de oplevering inclusief brug is bepaald op eind 2017. Het voetpad wordt 1,5 meter breed en het fietspad 4 meter. Deze brug heeft geen pijlers in de Maas, zodat het water vrij kan doorstromen en komt op maximaal 40 meter van de spoorbrug te liggen. Het totale project was oorspronkelijk begroot op 14 miljoen euro, maar gaat uiteindelijk bijna 22 miljoen kosten. Het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en de gemeenten Kuik, Mokum-Middelaar, Heumen en Nijmegen zijn de financiers van het hele project. Sublien HSM gaat de fietsbrug over de Maas bij Kuik ontwerpen, bouwen en aanleggen. Deze bouwcombinatie legt ook de fietspaden aan naar de brug toe en verzorgt nadien 25 jaar lang het onderhoud. Zaterdag 16 mei is de dag. Op die dag wordt de brug op zijn plek gehezen. Daags ervoor komt het gevaarte van de HSM-werf in Schiedam over verschillende waterwegen en met licht oponthoud in het Maas-Waalkanaal tenslotte aan in Kuik. Hier worden de laatste voorbereidingen getroffen alvorens de brug naar de Mookse oever nabij de spoorbrug wordt gevaren. We zijn begonnen met laten we zeggen, het conditioneren van de omgeving. Dat betekent zo'n beetje van een bestemmingsplan maken dat die brug kan komen. Zorgen dat de archeologische waarden gewaarborgd blijven. Dat je flora en fauna regels in acht neemt. Niet gesprongen explosieven in dit gebied, best wel belangrijk. Omdat die van tevoren afgezocht zijn, zodat je eigenlijk vrijuit kunt bouwen. Terreinen aankopen. We staan hier op een plaats waar voorheen een familie woonde, de familie Sloof. En die mensen die boden hun huis aan te kopen. Daardoor konden wij hier een langzaam verkeersfietsopgang maken. Nou, dat soort zaken, dat is conditioneren. Daarna een stukje contractvorming. Om met een aannemer uiteindelijk een goed contract te hebben. Dat is fase 2 een beetje van dit hele projectteam. Aanbesteding maken. Doen aflopen. Daarmee zijn de combinatie Sublien en HSM gecontracteerd. Ja, en nu zitten we in de uitvoeringsperiode en vandaag is een hele mooie mijlpaal dat de bovenopspanning ingehezen wordt.
een hele trotse wethouder Wino. Nou, eindelijk, na zoveel jaren, na een lang gekoesterde wens, komt een verbinding tussen Kuikenbok. Het was de verbinding tussen Kuikenbok. Hij was natuurlijk al via de spoorbrug, maar ja, dat was niet bruikbaar zomaar voor het publiek. Dus voor ons is die wel heel erg belangrijk. Ja. En met name natuurlijk dat wij natuurlijk al heel lang de wens hebben gehad om überhaupt een verbinding te hebben. Want de verbinding tussen twee dorpen en twee gemeentes is gewoon heel erg belangrijk. Economisch, maar ook gewoon in sociaal opzicht. En we hebben dat vroeger natuurlijk wel pontjes gehad hier, maar dat is altijd nog wel beperkt. Het feit dat je hier een brug hebt liggen, dat maakt ineens de buren een stuk dichterbij. Dus sowieso is dat belang enorm groot. Het tweede belang wat natuurlijk is economisch. Ik denk als je gaat kijken van wat het betekent voor de regio. Niet alleen als ik het heb over het snelfietspad, uiteindelijk van Kuik naar de campus in Nijmegen, want daar is dit natuurlijk een belangrijke schakel in. Maar ook op toeristisch gebied is het een hele belangrijke schakel. Ik stel me zo voor dat er straks een rondje is die aan de ene kant begint hier en over de brug bij Oefeld weer teruggaat naar Kuik en andersom. Ik denk dat er heel veel gebruik van gemaakt gaat worden. Omdat dat toch weer een heel uniek stukje, overzienbaar stukje fietsen is. Langs de Mooie Maas, want die kunnen heel lang langs de Maas blijven rijden. Dus het heeft heel veel betekenissen. Maar ook wat ik al zei, net in sociaal opzicht, gewoon dat mensen dichter bij elkaar brengt. Want we hebben natuurlijk enorm veel samenwerking met buurgemeentes. En dan zie je dat met name gericht is op het noorden en op het zuiden. Dus tussen het Limburgse deel en het Gelderse deel. Nou, Mook ligt precies op dat kruispunt van die provincies. Maar er hoort ook de provincie Noord-Brabant bij. En het probleem was altijd dat die verbinding er niet was. Behalve met de trein, maar dan zoef je er voorbij. En hier heb je een echte fietsverbinding. Wat het dus wel mogelijk maakt. En dan heb je dus eigenlijk wel dat drie provincies. En dat merk je ook in het hele project. Ook in de aanloop van het project. Dat drie provincies, de drie gemeentes, ongelooflijk hebben samengewerkt om uiteindelijk dit tot stand te brengen. Dus daar zijn we wel heel erg trots op dat dat uiteindelijk mogelijk is geweest. Een hele lange wens, gekoesterde wens vanuit beide gemeentes die eigenlijk is mogelijk gemaakt. En de rol van uw gemeente hierin, wat is die? Wat heeft u voor moeten doen? Nou, heel veel. Daar zeggen we sowieso ambtelijk, maar ook bestuurlijk. Überhaupt het tot stand komen dat de provincies, en dan heb ik het over alle provincies, bij elkaar bleven om aan tafel te blijven om uiteindelijk dit project te realiseren. Want er zijn best wel momenten geweest dat het wel even kantje boord was van god, kan het doorgaan of kan het niet doorgaan. En daar heeft Mook samen met Kuik dan een hele belangrijke rol in gespeeld. Met name als ik denk ook even aan mijn voorganger die daar heel actief is geweest om toch te zorgen dat die boel wel bleef doordraaien. En ja, dat vraagt veel overleg, dat vraagt veel praten, maar ook veel begrip. En ook duidelijk maken van wat het belang is voor iedereen om dat in orde te maken. Dus vanuit Mook gezien hebben wij daar heel erg aan getrokken om te zorgen dat dat project overeind bleef. Wanneer kijkt u prettig terug op dit project? Dat zal in september zijn. Wanneer we voor de eerste keer over de brug van die brug gebruik kunnen maken. Want dat lijkt me een fantastisch moment om dat te doen. Maar er zijn zoveel goede momenten geweest. Het feit dat je iedere keer weer een stapje doet en weer een stapje voorwaarts en steeds dichter binnen bereik komt. Ja, dan is dit natuurlijk letterlijk een mooi sluitstuk van het project. Thank you.
Bij mij staat meneer Hardeman en hij kan ons alles vertellen over wat er momenteel plaatsvindt. En dat ziet er wel heel precair uit. Nou, dat is het. Het is een heel precies klusje op dit moment. Zoals we aan de overzijde al kunnen zien, aan de onderkant van de nieuwe brug, bevinden zich een aantal mensen. Dat is aan deze zijde ook zo. En die zijn eigenlijk gewoon met handwerk en met kleine vijzeltjes, dat zijn een soort krikjes, bezig om de laatste millimeter, centimeter afstemming zo te maken dat het precies boven met zijn gaatjes boven de bouten hangt die in het beton zitten. En heel langzaam laten ze hem op die manier gecontroleerd zakken. Hij hangt nog steeds voor een belangrijk deel in de kranen. En op een gegeven moment komt er een sein dat hij echt op zijn vaste punt ligt en dat de kranen eraf kunnen. Dus voor ons op deze afstand gebeurt er eigenlijk niks. Maar daaronder vindt op dit moment gewoon een handvaardigheidsklusje plaats eigenlijk. Voor wat betreft het passen van het geheel. En zometeen blijkt ook of dat die echt past. Dit soort kunstwerken, want zo heet dat, die liggen er voor generaties. En dit is er wel echt een wezenlijke ook weer. Het gaat de verbinding niet alleen met Mook, maar juist ook de verbinding met Nijmegen, Arnhem. Het elektrisch fietsen zal zijn vlucht nemen. Dit is echt een hele wezenlijke nieuwe verbinding voor de gemeente Kuik. En ik zeg daarnet, hij is nog niet af. Dat doe ik eigenlijk om te benadrukken, het ziet er allemaal al zo fantastisch uit. Maar het zal toch echt nog even duren voordat we er overheen mogen. Eerder was al bepaald dat de snelfietsroute Maas-Waalpad zal heten. De totale fietsafstand van Kuik tot Campus Heijendaal in Nijmegen bedraagt nu 11,9 kilometer en is daardoor 2,5 kilometer korter geworden. Een jury heeft uit ruim 1100 inzendingen als naam voor de brug gekozen, de Maasover.